gaan even de strandjes hier in de buurt natuurlijk ontdekken. Want we moeten wel de allerbeste weten voor als we straks bezoek krijgen. En mensen vragen, waar moet ik naar het strand? Dus dan kunnen wij vertellen, oh, dat is hier mooi. Moet je wel of niet heen. Dit is de eerste eigenlijk. Dit is de eerste echte, ja. Torx hebben we al geprobeerd, Torx Costa. Maar dat is gewoon een beetje een soort van, klein Nederlands strand, zo. Zeg maar. Nee, het is niet echt. Een beetje een Nederlands strand. Ja. Je gaat meer voor de zee dan het strand. Dus hier deze uitproberen. Ja. Cijfer? Nou, daar ben ik wel mee eens. Een erg leuk knus strandje. Ja. En de sfeer was inderdaad heel Spaans. Nou, was ik het ook mee eens. En? Ik zie er allemaal rotsen. Ja. Volgende keer gewoon snorkels meenemen. Gewoon ja. Langs die rotsen een beetje snorkelen. Dat is leuk. Dat is wel echt leuk. Heel veel plaats staan onthouden. Dus we gaan het nog een keer proberen. Omdat je de andere kant van de bocht op zo'n moment echt niet kan zien. En als er iemand van boven komt rijden, ja, dit paadje is niet breed genoeg om langs eraf te kunnen. Dus we toeteren en dan weten we of er iemand aankomt. Want diegene toetert dan hopelijk terug. En zo niet heeft het geen zin, maar dat hebben we aangeleerd gekregen van de vorige eigenaar van het huis. Vandaag gaan we Het was wel een hele blije vandaag, want het is eigenlijk best wel frustrerend dat dan nu hè. We werden er een beetje gek van dat er boven alleen maar dozen stonden. En je raakt op een gegeven moment ook dingen kwijt. Want alles staat bij elkaar in dozen. Maar als je ze niet kan uitpakken, dan weet je dus ook niet precies wat erin zit. Ook al schrijf je het er wel op. Maar ja, op een gegeven moment moeten dingen ook gewoon in haast gebeuren als je moet inpakken. Dus alles zit uiteindelijk toch nog door elkaar. En het overgrote deel aan dozen was op dit moment de keuken. Alleen we gaan de hele keuken gaan we nog verbouwen. Dit muurtje gaat eruit en al die gekke hoepjes, kijk deze hoop, deze, die blijft. Maar die daarachter en zo, en die tegels, die vinden we allemaal heel lelijk, dus die gaan er allemaal nog uit. Dus we waren de hele tijd eigenlijk een beetje aan het kijken van oké, gaan we dan nu al wel alles van de keuken uitpakken? Maar het is eigenlijk gewoon niet meer te doen, want er zijn zoveel dozen boven dat we gewoon echt dachten van oké, we moeten nu gewoon dingen gaan uitpakken. Dus dat zijn we nu aan het doen. Ik zal het even laten zien. Nou, dit zijn er al een paar die al open zijn geweest. Nu weet ik wat, maar er zijn er boven zijn alle andere. En dan hebben we even mijn kledingkast uit Maastricht. Hebben we even hier neergezet. Normaal leggen hier dus al mijn kleren in. Maar daar gaat nu even alle glazen. Borden gaan er bovenop. Alle glazen gaan er nu in. Zodat dan ook het servies wat er nog stond. Dat is dus allemaal van hem. En dit ook. Zodat dat weg kan. Het enige is wel, mam, als je kijkt, ik weet niet wat voor glazen verzameling dit is, maar het is echt. Ja, ik heb mijn eerste kilometers erop zitten op de Spaanse snelweg. We hebben eindelijk onze eigen echte auto terug. De hele tijd zaten we in een huurauto omdat deze kapot was. Het is echt zo'n hachbak. Hij heeft al 250.000 kilometer op de telling. Dus hij is ook echt geen power. Maar het is echt wel schattig of zo. Maar hier kunnen we wel heel makkelijk de berg mee op. Omdat het niet zo erg is als hij een beetje beschadigd of stoffig wordt. En hij is lekker hoog. Hij is 4x4 aan de 4x4. Hoe heet dat? Hoe heet dat? 4x4. Ja, 4x4 aan de wielaandrijving. Ja, blijkbaar is dat fijn. Je moet rijden. Maar ik ben tevreden. We gaan dus even de andere auto inleveren in Granada en dan rijden we weer terug. Dan gaan we nog even naar de bouwmarkt hier en zo. Maar mijn eerste kilometer op de Spaanse snelweg. Ging het goed? Alsof je niks anders hebt gedaan. Dank je.
Nou jongens, we zijn vandaag in het shoppingcentrum van Granada, want we hebben wat dingen nodig. Maar het is hier blijkbaar echt ondoenlijk groot. Wat zei je? Je kunt hier bowlen. Ja, je kunt hier ook nog even naar de bioscoop. Je kunt hier ook 1000 verschillende dingen eten. Dit is gewoon alleen in de food corner. Dit is toch heel bekend in Amerika of zo? Op mij is ook. Er zit daar Starbucks. Voorzaaien. Voorzaaien. Rechtstreeks zaaien is niet. Moet ik niet hebben. Nou, staat het allemaal niet op. Hier zit toch een voorzaai op en dan voorzaaien, precies. Uitplanten. Voorzaaien. Nu is het een beetje moeilijk, want op die bolsterdingen staat natuurlijk wat het in Nederland is. En wij hebben natuurlijk een net iets ander klimaat. Aan de andere kant op de berg is het best wel soms een beetje een Nederlands klimaat. In de zin van de temperaturen en zo. Dus we hebben er toch wel vertrouwen in dat het goed moet komen. Hier stonden er ook al een paar. Dus ik zal eigenlijk eens even laten zien als ze allemaal staan wat het allemaal wordt. Zo, we zijn klaar met deze zaadjes allemaal planten. Dan kunnen we ze nu alvast, ik vergeet elke keer hoe het heet, voorzaaien. En dan dadelijk kunnen we ze overplanten als goed in de grond. Spinazie, zomerwortel, rucola, paksoi, stamslaboon, prei, bloemkool. Twee soorten boerenkool, de groene en de rode. Peterselie, citroenmelise, duizend schone zo'n bloem en kervel. En dan gaan we er zo wat aluminium, of nee, hoe heet zoiets? Vershoutfolie. Vershoutfolie, dankjewel Quint. Overheen doen, want anders hebben ze veel te veel water nodig hier. Dus dan kunnen ze lekker een beetje broeien. Dus ze drogen gewoon uit anders. Ze drogen gewoon uit. Nou, het is 10:30. En wat gaan wij doen? Hey, lekker eten. Eten! De man heeft weer gekookt. We hebben lekker papimientos of zo heet dit toch? Ja, en tijdens het echt ga ik hem weer even afsluiten, want dat ben ik natuurlijk weer vergeten. De groente heet trouwens pimientos verde, dus groene pepertjes. En dat is echt mijn favoriete gerecht hier. Maken we echt minstens 3 of 4 keer per week. Dus dan weten jullie dat ook gelijk nog even. Bestel dat zeker als je in een tapasrestaurant zit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende!